Kutland. 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 Ja, dank u wel, voorzitter. Ook van mijn kant waardering voor de initiatiefnemers. Ik heb van heel dichtbij gezien hoe hard het werken is. En, goed. Voorzitter, ik ben blij. Nou ja, blij is niet het goede woord. Want het is natuurlijk heel naar wat de aanleidingen constant zijn dat we hier staan. Ongelukken, schade aan de natuur, milieu en dergelijke. Dus goed dat we hier eindelijk staan. Want de jaarwisseling is niet voor iedereen een feest. Trap. Dus niet. Kutland. Heel veel respect daar. Ja, ik maak jouw koen kapot. Nee, niet weer. Iets wat al te vaak wordt vergeten. Wow. Want in Nederland wordt geweld tegen hulpverleners, vandalisme en schade aan mens, dier en natuur als acceptabel beschouwd. Dat zou absoluut niet zo mogen zijn. Te lang hebben verstoringen van openbare orde plaatsgevonden. En misschien treedt dan te veel gewenning op. Volgens sommigen hoort het er namelijk allemaal bij en valt het wel mee. Maar in het buitenland, voorzitter, wordt zelfs gewaarschuwd voor de Nederlandse jaarwisseling. Trap. Dus niet in. Maar in het buitenland, voorzitter, wordt zelfs gewaarschuwd voor de Nederlandse jaarwisseling. Iets wat al te vaak wordt vergeten. Want in Nederland wordt geweld tegen hulpverleners, vandalisme en schade aan mens, dier en natuur als acceptabel beschouwd. Dat zou absoluut niet zo mogen zijn. Te lang hebben verstoringen van openbare orde plaatsgevonden. En misschien treedt dan te veel gewenning op. Volgens sommigen hoort het er namelijk allemaal bij en valt het wel mee. Er circuleert zelfs een overlevingsgids voor toeristen. Wordt vergeten. Voorzitter, als u mij dan vraagt waar is het feestje? De jaarwisseling is niet voor iedereen een feest. Kleine vuurwerk wat we dan nog over hebben. Er circuleert zelfs een overlevingsgids voor toeristen. Dank u wel. Een interruptie van mevrouw Van der Plassen, BBB. Dank u wel. Ik was wel even nieuw naar die overlevingsgids. Staat daar een overlevingsgids in voor sierpotten? Dank u wel. Een interruptie van mevrouw Van der Plassen, BBB. Mevrouw Van der Plassen. Kutland. Dank u wel. Een interruptie van mevrouw Van der Plassen, BBB. Mevrouw Van der Plassen. Kutland. Dank u wel. Kutland. Dat mensen de sierpotten overleven, of wat staat er precies in die gids? Dank u wel, voorzitter. Er werd vandaag gesproken over Nederlandse tradities en hoe belangrijk die zijn. En mijn punt met die overlevingsgids gaat specifiek over het feit dat in het buitenland juist met andere ogen naar dit vuurwerk wordt gekeken en juist wordt gezien als gevaar. Trap er dus niet in. En of het nou heel specifiek gaat over de sierpotten, dat weet ik niet. Het vuurwerk aan zich niet. Het gedrag van mensen. Kutland. In het hele land niet meer zelf vuurwerk afsteken met oud en nieuw. Dat wil een groep politici.